De premier heeft iets anders aan zijn hoofd. Klaas, wat dacht je toen je de uitspraak hoorde? Ja, blij natuurlijk in eerste instantie, want de hoofdinzet was toch natuurlijk de kinderen waar het om ging. Maar ja, van de andere kant ook weer deels teleurgesteld, omdat de moeders toch achterblijven. En dat is natuurlijk heel erg voor de kinderen. Hè, want, de moeders hebben geen recht op repatriëring, ik lees even het voornaamst voor, omdat zij er volgens de rechter zelf voor hebben gekozen om naar IS-gebied af te reizen. Mm-hmm. Okay. Ja, dat is natuurlijk ook deels waar, maar voor de kinderen is het natuurlijk enorm... zwaar natuurlijk als ze moeder achter moeten laten en zij gaan ze terug naar Nederland. Mm-hmm. Bert? Ik zie er wat meer muziek in. Want de Koerden hebben altijd geroepen, wij willen die kinderen wel aan Nederland geven, maar nooit zonder de moeders. Klopt. Daar staat al ook in allerlei attesten in heel Europa dat het eigenlijk een soort van mishandeling is. Dat doe je niet. Mm-hmm. Dus als die Koerden het woord blijven waarmaken wat ze zeggen, dan is het dus met moeders. En dan, dat heeft de rechter ook gezegd, dan moeten ze dus ook tegelijk met die kinderen de inspanning doen om die moederen terug te halen. De moeders. Klopt. Even toch, wat is er aan de hand? Klaas, ik begin met jou. Het gaat in jouw geval om dochter Mandy. Mm-hmm. Die vertrok in 2015 met haar Egyptische man Yasser en 4 kinderen naar Syrië. Ja. Ze was toen 28 jaar. Hoe bereikte jij dat nieuws jou toen? Ja, destijds toen kwam de politie bij mij aan de deur of ik wist waar mijn dochter in haar gezinnetje was. He, nou, op dat moment wist ik het niet zeker, maar ik had wel zo'n vermoeden wat er gebeurd zou kunnen zijn. Maar ik had toen in die periode een tijdje geen contact meer met haar. Dus dat laatste traject van radicalisering heb ik niet meer meegekregen. Mm-hmm. Dus eigenlijk was het voor mij toen natuurlijk ook een complete verrassing. Ja, je 4 kleinkinderen gingen mee. Ja. Er is nog een kleinkind bijgekomen. Ja, in Raqqa is er ook nog 1 geboren, de jongste. Die is nu 2 jaar. Ja, je hebt een keer eerder bij ons aan tafel gezeten. Ja, dat is meer dan 1 jaar geleden. Ja. Toen zei ik, heb al heel lang geen contact met Mandy. Ja. Hoe is dat nu? Ja, nu wel. Nu regelmatig contact, gelukkig. Hoe gaat dat? Hoe heb je contact? Gaat dat gewoon via de app? Of ja, via WhatsApp. Dat is, in het begin konden we nog bellen, maar dat lukt op de een of andere manier niet meer. Dus nu hebben we via WhatsApp regelmatig contact. En hoe gaat het? Ja, heel goed. He, dat is gewoon weer zoals het van ouds was eigenlijk. Heel, heel apart. In het begin was het eerst een beetje vreemd. Eerst een beetje weer aan elkaar wennen. He, ze is natuurlijk lang weg geweest. Maar nu, ja, net als ze nooit weg is geweest. Zo is het gesprek ook weer tussen ons. Het gaat wat apart. Ja, dat is het misschien, ja. Maar het vertrouwen, in het begin merkte ik ook wel een beetje van haar. Nou, hè, maar nou, het vertrouwen is er 100% hersteld. Ze durft ook alles eerlijk te vertellen wat er speelt. Dus dat is heel fijn. Mm-hmm. Hoe gaat het met de kinderen? Ups en downs. Hè, de omstandigheden zijn natuurlijk heel slecht. Er is te weinig eten, er is te weinig water. Er zijn geen doktoren meer, geen medicijn uiteraard. De temperatuur daalt enorm. Hè, het is 's nachts koud. Hè, overdag soms regen, soms storm. Dus ja, dat is een combinatie natuurlijk waar je liever niet te lang in zit. Want, mm-hmm. Hoe is het bij jou, Bert? Ja, precies hetzelfde. De omstandigheden heel verkeerd. En wat nu die meiden de grootste angst is. Er zijn... mijn dochter is geradicaliseerd, dus ze is er helemaal vanaf. Als het al überhaupt geweest is. Ze is gederadicaliseerd. Gederadicaliseerd, okay. Sorry. Ja. En de mensen die daar nog heel extreem zijn, daar zitten er ook genoeg van in het kamp. Die hebben nu gedreigd om te zeggen, zodra er hier een machtsvacuüm is, dus stel voor dat de Koerden zich terugtrekken en de Turken komen eraan, en er is niemand meer aan het kamp, dan maken we jullie ongelovigen maken we af. En die angst hebben ze nu. En daar gaat het over. Hoe heb jij contact? Ook via WhatsApp? Ook via WhatsApp. Mm-hmm. Via weliswaar iemands telefoon, maar dat gaat hartstikke goed. En bijna elke dag. Heb je kleinkinderen nooit gezien? Ik heb ze nog nooit gezien. Alleen van filmpjes door. En foto's, ja. Ja. Raar, hè? Ja, maar op de een of andere manier, door het kijken, door het zien, door de voiceberichten, ga je toch van die kinderen houden. En je weet ook dat het de kinderen van je dochter zijn. Dus dat die liefde daarvoor, dat is gewoon heel groot.